Sepp Blatter heeft gewonnen. Hij wordt opnieuw voorzitter van de FIFA. Wat gaat dat betekenen voor de FIFA? Verder in het nieuws vandaag. 3 Nederlandse parlementariërs mogen Rusland niet meer in. En een heel groot bedrijfsuitje. Goedenavond. Nou, het is in elk geval heel opmerkelijk wat hier gebeurde. Je moet weten dat sinds 1974, dat er een tweede ronde nodig was, is 40 jaar lang niet gebeurd. Sepp Blatter zelf heeft dat ook nog nooit meegemaakt. Hij heeft altijd in de eerste ronde meteen zijn tegenstanders verslagen in de afgelopen jaren. Of er waren helemaal geen tegenstanders. Ja, en nu kwam het er eindelijk op aan. Na 41 jaar. Ja, en dan gebeurt er zoiets. Je hoort wel eens zeggen dat voetbal een spelletje is van 2 keer 45 minuten en dan wint Duitsland. Nou, zo'n soort FIFA-congres hier is 3 dagen ophef en dan wint aan het eind toch weer Sepp Blatter. Ja, wat heeft die prins ooit echt een kans gemaakt? Ja, het was natuurlijk heel moeilijk voor deze prins. En ik moet je eerlijk zeggen, veel hing af, hebben we hier vandaag ook de hele dag gehoord, van de speeches die de kandidaten vandaag gingen geven. En toen prins Ali zijn speech gaf, ja, ik moet je eerlijk bekennen, het was allemaal wat mat. Hij las het veel van papier op, hij leek wat zenuwachtig. Ja, en dan Sepp Blatter, die is als een vis in het water op zo'n congres. Hij kwam los van zijn tekst, hij sprak mensen aan, hij was nederig wanneer het moest. Hij was strijdvol wanneer het kon. Dus hij maakte ook gewoon vandaag uiteindelijk een betere indruk. Ja, maar toch niet voldoende stemmen in die eerste ronde. Ja, die zag dat hij uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert, niet meer zou kunnen winnen. En wat doe je dan op dit niveau? Dan hou je de eer aan jezelf. Dat is dus wat hij gedaan heeft. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken dat hij het er misschien best wel op aan had kunnen laten komen. Er waren misschien best wat landen geweest die gezien hadden, nou, een derde van de mensen die niet op Blatter stemmen, nou durven wij ook wel op die prins te stemmen. Ja, en dan hadden we, als dat gebeurd was, precies geweten hoe de kaarten erbij lagen, hoeveel mensen Blatter nog steunden. Maar goed, zo ging het niet. De prins trok zich terug. En ik zag iemand vandaag zeggen, de zonnekoning, die heeft weer gewonnen. Nou ja, nu moet hij leven met het feit dat 1/3 van de vergaderingen niet achter hem staat. Hoewel ik me afvraag of hem dat iets kan schelen. Ja, en aan de andere kant hebben we natuurlijk de dreigementen gehoord van voetbalbonden. Van bijvoorbeeld UEFA. Hè. Die hebben gezegd dat als dit zou gebeuren, dat ze uit de FIFA zouden stappen. Nou, daar gaan ze het nu over hebben bij de komende Champions League finale in Berlijn komend weekend. Ik denk zelf niet dat dat ook echt zo ver zal komen, maar het dreigement hangt boven de markt. En het is misschien ook wel de enige manier om de FIFA echt te veranderen, hè, als er zo'n bond uit zou stappen. Maar nogmaals, ik denk persoonlijk niet dat het zo ver komt, maar dat zullen we moeten afwachten. Ja, nou goed, want dan komt het goed uit dat we zojuist een reactie binnen hebben van Michael van Praag. Laten we daar even naar luisteren. Meneer van Praag, weer Sepp Blatter, teleurstelling. Ja, het is een teleurstelling om meerdere redenen. Kijk, ik heb hier vandaag natuurlijk rondgelopen en dan spreek ik met mensen uit Amerika en ik spreek met mensen uit Canada. En die hebben in hun eigen confederatie hebben ze ook gelobbyd. En dan hoor je van, het is heel dichtbij, dus daar ga je van uit. Het heeft mij geleerd dat het dus inderdaad nog steeds zo is dat heel veel mensen die zeggen ik stem op kandidaat A of ik stem op kandidaat B, dat ze dat wel zeggen, maar dat ze het niet menen. Nou, en dat is natuurlijk een heel frustrerende ontdekking. Ja, maar denk je, Jeroen, dat hij achteraf toch spijt heeft dat hij zijn kandidatuur over heeft gegeven aan die prins? Nou, ik denk dat hij daarvan op voorhand al wist dat het dan helemaal kansloos zou zijn. Nee, ik denk dat hij vooral gewoon ook wilde weten hoe die kaarten er nou bij lagen als die tweede ronde er toch echt was gekomen. Maar goed, ja, er stonden wetten in de weg en praktische bezwaren. En uiteindelijk, ja, dus toch ook weer die Sepp Blatter. Oké. Jeroen, vanuit Zürich, dankjewel. De economie hier in Nederland, die krabbelt een beetje op. En dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsverhoudingen hier. 2015 is sowieso een belangrijk jaar voor veel bedrijven en werknemers. In totaal moeten er dit jaar maar liefst 430 collectieve arbeidsovereenkomsten worden vernieuwd. Tot en met april zijn er 92 nieuwe cao's afgesloten. Over al die andere cao's, meer dan 300, wordt nog altijd gepraat. En dat gaat vaak helemaal niet goed. Bij de politie niet, bijvoorbeeld. Maar ook in de metaalsector. Ook daar vinden werknemers dat ze na jaren van bezuinigen recht hebben op meer salaris. En dus legden zo'n 2000 metaalwerkers op verschillende plekken het werk neer.
Vakbondsleden staken omdat ze vooruit willen nu de crisis voorbij is. Werkgevers zeggen ja, die crisis is misschien afgelopen, maar het is nog echt geen tijd voor hele grote loonsverhogingen. Ja, werknemers willen natuurlijk wel eens gaan profiteren inmiddels van het herstel. Ja, veel ontevredenheid bij de werknemers. Ik ben hier natuurlijk om te staan van waar wij vinden waar we recht op hebben. Behalve bij metaalbedrijven in Rotterdam is ook gestaakt bij DAF in Brabant. En daar zal het niet bij blijven. Elke vrijdag de komende weken is de staken acties in het land. De aftrap voor de estafette staking. Mensen! Geeft de vicevoorzitter van de FNV. Kom naar voren en laat je horen! Voor koopkracht en echte banen, wij willen een normale CEO. Laat je horen! Actie! Er is een voorstel en ja, er staat gewoon iets tegenover. Dat slaat helemaal nergens eigenlijk over. Het is een goed voorstel wat er ligt. 2 jaar tijd, 1,5% loonstijging per jaar. Dat is een hele mooie loonontwikkeling voor werknemers. En daar staan we ook achter met z'n allen. Ons werk ligt wel stil, ja. Dat klopt. Er zijn geen vervangende mensen voor, dus ze hebben er uiteraard last van. U moet weten dat onze bedrijven van ver zijn gekomen, in de crisis, diep zijn gegaan, veel reserves hebben aangetast. En nu komen ze er weer een beetje bovenop. En dan wil je niet dat de zaak wordt platgelegd door stakingen. Nou, wij houden er rekening mee dat het een langdurig conflict gaat worden. Maar op het moment dat de werkgevers niet uit de loopgraven komen, dan zullen we in september gaan oplussen. Ja, dan wordt het grimmiger en dan gaan we echt bedrijven stilleggen. Wel een doorbraak vandaag bij de langlopende cao-onderhandelingen tussen KLM en het cabinepersoneel. Die leveren een dag rusttijd in naar intercontinentale vluchten en ook krijgen ze een dag minder vakantie. In ruil daarvoor heeft KLM beloofd dat er de komende 15 maanden geen gedwongen ontslagen vallen. Het islamitisch basisonderwijs zit in de lift. Steeds meer mensen melden hun kinderen aan bij de islamitische basisschool. Daarvan zijn er nu 49 in ons land. Door lage CITO-scores was er veel kritiek op de scholen, maar de laatste tijd is de kwaliteit veel beter geworden. Basisschool Al-Wafa in Amsterdam met 260 leerlingen. En op vrijdag zijn ze vroeg uit, al om 1:15. Ook de drie van Sana Ait Hamouchi. Eentje zit in de voorschool, eentje zit in groep 2 en de ander zit nu in groep 3. En hoe gaat het met ze? Het gaat goed. Ja, het gaat goed met ze. Ja, ik ben er tevreden mee. Al-Wafa moet aan dezelfde doelen van het ministerie voldoen als elke andere school. En dat vertaalt zich in goede resultaten en overtuigt ouders bij de schoolkeuze voor hun kind. Vroeger wil identiteit, dan was het een orde. Nu moet het identiteit en kwaliteit samengaan en dan zien ouders de meerwaarde. En dat maakt nu ook dat ouders steeds meer in onze scholen komen. En niet alleen in Amsterdam, maar in meer steden, zoals Hoorn, waar na de zomer een islamitische basisschool wil starten in dit pand. Het komend schooljaar 30 tot 60 leerlingen. De groei van de islamitische basisschool in Nederland zal de komende jaren toenemen. Ik meen dat we potentie hebben om 4 VO-scholen in stand te houden en ongeveer 60 à 65 basisscholen. En dat is dan wel ook je max die je kunt behappen. Meer islamitische basisscholen dus. Maar hoe worden de kinderen voorbereid op de stap na groep 8 naar het reguliere voortgezet onderwijs? We helpen onze kinderen niet om een veilig schoolklimaat hier neer te zetten terwijl ze naar de middelbare school naar een regulier onderwijs gaan. We doen veel moeite om uitwisseling te gaan met andere basisscholen, projecten, educatieve tochten, ze te informeren, allerlei cursussen aan te bieden. En de rol van de ouders is daarbij ook van belang. De beter geschoolde tweede en derde generatie die zich meer verantwoordelijk voelt. Als ouder moet je toch betrokken zijn bij je kind. Je kan niet alles verwachten van een school. Ik bedoel, scoort hij zo goed. Ik vind toch dat je als ouder, dat de basis bij de ouders ligt. Als je als ouder er betrokken bent, dan komt het goed. Feyenoord moet zijn volgende Europese thuiswedstrijd zonder publiek spelen. UEFA legde de straf op vanwege racisme door Feyenoord. Lange rijen wachtende in Den Helder op de veerboot het Schuttergat. Die vaart tussen Den Helder en Texel heeft vanmiddag brand gewoed. Er kwam rook uit de machinekamer. Zo'n 200 auto's die al aan boord waren moesten er weer af. Brand was snel geblust. Veerboot is inmiddels vervangen. Honderdduizenden Turkse Nederlanders mogen de komende dagen hier naar de stembus. Ze brengen hun stem uit voor het Turks parlement. Er kan op 2 plekken gestemd worden, in Deventer en hier in Rijswijk. In Turkije zelf zijn de verkiezingen op 7 juni. Cuba is door de VS officieel geschrapt van de lijst van staten die terrorisme steunen. Het is een nieuwe stap in het ontdooien van de verhoudingen tussen Cuba en de VS, die ruim 50 jaar lang op voet van oorlog leefden.
Zolang Cuba op die lijst stond, konden er geen diplomatieke betrekkingen tussen de landen worden aangeknoopt. Nederlanders moeten weer normaal gaan doen. Dat is een opmerkelijke oproep, zeker als je weet van wie die komt. Premier Rutte. Op het VVD-congres in Papendal hekelde hij zojuist in een toespraak de mentaliteit dat je denkt dat je alles maar kunt maken en dat je overal recht op hebt. Hij had het over de grote, dikke ik en over normaal doen. Dus, Xander van der Wulp, ja, normaal doen, waar doelt hij eigenlijk op, de premier? Ja, normaal doen. Ik vrees dat voor elke Nederlander weer wat anders is. Het is in ieder geval duidelijk dat Mark Rutte zich vreselijk ergert. Hij ergert zich eraan dat als er iets vervelends gebeurt, mensen vooral de schuld buiten zichzelf zoeken. Dat ze dan kijken naar de overheid bijvoorbeeld, naar de werkgever, naar de arts, naar de leraar, misschien wel naar de buurman die nog meer verdient. Daar ergert hij zich aan. Mensen durven niet te kijken wat ze zelf fout hebben gedaan. Dat is in ieder geval de tendens die Mark Rutte bespeurt. Zijn speech was eigenlijk één grote aanklacht tegen asociaal gedrag, tegen de ikke en de rest kan stikken mentaliteit die hij ziet in Nederland. Beste mensen, waar we ons denk ik het meest aan ergeren zijn al die gevallen van hufterigheid, van egoïsme. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. Hoe vaak hoor ik inmiddels niet, ik geef zelf een paar uurtjes les in de week, ook daar hoor ik het van leraren, dat ouders partij kiezen voor de kinderen en niet voor de leraar. Als ik vroeger strafwerk kreeg, en dat was meestal onterecht, kan ik u zeggen. Maar als ik het kreeg, ik hoefde echt geen haar op het hoofd van mijn ouders die erover dacht om partij te kiezen voor mij in plaats van voor de leraar. En dan de mensen die werkloos worden. Vreselijk als het gebeurt. Maar hoeveel mensen die op een gegeven moment hun baan verliezen, hebben niet meteen het adres in hun hand van het UWV om een uitkering aan te vragen? Ik snap dat niet. Dan vind ik dat als dat gebeurt in je omgeving, je iemand best even mag bijsturen en zeggen, joh, die uitkering, als het echt niet lukt, komt die wel. Maar laten we eerst even kijken of jij niet gewoon weer door kan gaan met werken. Laten we daar nou eens even voor zorgen. Ja, Xander, als je dat hoort, het doet een beetje denken aan de normen en de waarden van Balkenende. Ja, daar doet het zeker aan denken. Maar zeg dat hier niet te hard hoor. Want dat vond de VVD toch altijd betuttelend. En dat vinden ze nog steeds. Maar Mark Rutte die had het heel vaak over waarden in zijn speech. De normen die liet hij dan weg. Maar hij zei, wij liberalen, wij VVD, moeten ook een mening durven hebben over deze samenleving. Het is een hele dunne lijn waar hij op loopt. Hij zei zojuist achteraf, hij zei, wij zijn niet van het opgestoken vingertje. Maar de opgestoken middelvinger, die veroordelen we wel. Al met al een heel atypische speech van de premier Mark Rutte. Oké, okay, Xander, dankjewel. Eén vraag nog, Xander. Waarom komt hij daar nu mee? Ja, ik dacht... Waarom kom je er nu nog mee? Nee. En Mark Rutte die komt daar nu mee omdat de partij denkt dat er een tijd aankomt zonder verkiezingen. Dat laat de agenda ook zien. En dat betekent dat hij eigenlijk op zoek is naar een nieuw profiel en wil zijn agenda een beetje verbreden. Hij is natuurlijk de premier van de harde bezuinigingen, van orde op zaken in de crisistijd. Maar hij wil meer. Hij wil kennelijk ook het gedrag van de Nederlanders gaan beïnvloeden de komende jaren. En hier zeggen ze dan nieuwe doelen. Hele goede reden om straks nog een keer premier te worden. Oké, daarom komt hij er nu mee. Xander, dank je wel. Het is een reactie van het Kremlin op een sanctielijst van de EU. Die lijst verbiedt een flink aantal Russen de EU binnen te komen. En Moskou slaat terug. Tweede Kamerleden Louis Bontes en Michiel Servaas en ook Europarlementariër Hans van Balen mogen Rusland niet meer in. De leider van de liberalen in Europa ook niet, de Belg Guy Verhofstadt. Hij staat ook op de lijst met ongewenste personen uit de EU. Brave and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today. Europarlementaris Guy Verhofstadt, Hans van Balen. Ruim een jaar geleden in Kiev. Ze steunden de Oekraïners die de pro-Russische regering in hun land zat zijn. En daar krijgen ze nu de rekening voor gepresenteerd. Ze mogen allebei Rusland dus niet meer in. Net zoals Tweede Kamerlid Louis Bontes. Hij noemde de Russische premier Poetin onlangs een KGB-schurk en een maniak. Ook PvdA Michiel Servaas heeft zich overigens, net als wel meer politici, eerder kritisch uitgelaten over de leiding in het Kremlin. Volgens premier Rutte is er geen enkele reden voor dat inreisverbod.
De Russische lijst ontbeert werkelijk iedere fundering waar het betreft het internationaal recht. Is niet transparant, is niet aanvechtbaar voor een rechter. En wij verwerpen dan ook deze daad van Moskou. En laten we dat ook aan Moskou weten. Ze krijgen dat van ons in blokletters te horen. En hoe is het dan op dit moment in Oost-Oekraïne? Even leek het erop dat de separatisten daar genoegen zouden nemen met het gebied dat ze nu controleren. Delen van de provincies Donetsk en Lugansk. Maar de pro-Russische rebellen willen toch meer. Ze kijken naar de regio's Kharkov en Odessa. Het is alweer 4 maanden geleden dat de oorlog zich op de Baltseevoog stortte. Maar de gevolgen dreunen nog na in het strategisch gelegen stadje van 25.000 inwoners. В страшном сне, наверное, никто такого даже не мог представить, что вот такое может произойти в Дебальцево. Это просто ужас, это катастрофа. Vooral financieel is het sappelen. Geld en materialen voor renovatie zijn een kwestie van liefdadigheid. De meeste bouwvakkers werken gratis. De Baltseevo viel op 18 februari in handen van de separatisten van de Volksrepubliek Donetsk, de DNR. Een week nadat ze in het akkoord van Minsk hadden beloofd de wapens neer te leggen. En toch geven ze hier de schuld aan Kiev, ook nu nog. Dus er gaat aan niet de volmaatstabende войны, maar tevens meer het alles balanceert op de grens van de volmaatstabende войны. Als er eerder niet gebruikte zware wapens, dan is het nu al gebruikt door de Oekraïnse kant dagelijks. Ondanks het akkoord van Minsk wil Poergin zich niet vastpinnen op de huidige omvang van zijn republiek. Sterker nog, als het aan hem ligt, zal die een stuk groter worden. В будущем я вижу, что и Харьков, и Донецк, и Одесса должны находиться, это единый экономический, политический, ментальный, культурный регион, должен находиться в одной связке, и, естественно, это должно быть пространство русской цивилизации. Пургинс woorden dragen de dreiging van nieuw geweld in zich. Oekraïne zal de gebieden die hij graag bij zijn volksrepubliek wil, tot wanhoop voor zijn burgers nooit vrijwillig afstaan. Откуда мы, простые люди, можем знать, закончилась война или нет? Мы ж не знаем. Еще не объявили, что война закончилась. En toch is er ruimte voor оптимизма, zelfs in de Балтийском. Конечно, очень хочется верить, что будет хорошо. Очень хочется, чтобы было у нас все хорошо. Bedrijfsuitjes. In Nederland denk je misschien aan een avondje steengillen of survival training in de Ardennen. In China pakken ze dat groter aan. 4.500 medewerkers van een Chinees cosmeticabedrijf streken vandaag neer in Nederland voor een 5-daags bezoek. Cadeautje van de zaak. Het is een beloning voor het harde werken. Ze zijn de beste van de firma en daarom mogen ze mee naar Nederland. In groepen werden ze verdeeld. Deze groep begint de dag in het Mauritshuis. De minister van Economische Zaken is blij met bedrijfsuitjes van deze omvang. De 4.500 gasten zullen de komende dagen zo'n 8 miljoen euro uitgeven. Van de kunst gaan ze naar de kleding. In het Designer Outlet Centrum in Roermond. Het is al een favoriete bestemming van Chinezen omdat voor hen de euro zo gunstig is. En ze kunnen er belastingvrij kopen. Mode, accessoires, maar ook keukenspullen. Hoeveel rekent men af, een klant? Gemiddeld tussen de 5.000 tot 1.000. Wat zegt u? Tussen de 500 en 1.000. Er zijn tolken, want bijna niemand van de groep spreekt een andere taal dan Chinees. Wat zijn de vragen die u krijgt? Waar kan ik koffers halen of waar kan ik die bedrijf of die... Waar is de wc? Ja, waar is de wc ook, ja. De lunch is vertrouwd. Het enige lokale accent is wat in die plastic bakjes zit. Je ziet ze veel, dat product van Nederlandse bodem. Ja, pal voor het weekend. Gerrit, heb jij een foto met een boodschap? Jazeker, dat was de boodschap van vandaag. Want als je dit ziet, zo'n kring om de zon, dan betekent het dat het weer gaat veranderen. En meestal in negatieve zin. Komt er vaak een front aan. En dat betekent ook, als je zo'n kring om de zon ziet, dat dat gaat gebeuren. Dit was in het noordoosten van het land, in Rodeschool. En het bleek ook te kloppen. Want in de loop van de middag kregen we dit bij Katwijk, maar ook op heel veel plaatsen in het land. Kwamen buien over in eerste instantie in het westen van het land en inmiddels trekt dat al over ook de rest van het land. Dat heeft te maken met een klein lage drukgebied dat ontwikkelt zich hier op de Noordzee.
En het front daarvan, dat ligt nu al boven het land. Hier zien we het over het kanaal liggen. En dat zorgt ervoor dat er koele lucht wordt aangevoerd. En dat komt vannacht en morgen onze kant op. Betekent dat de temperaturen laag blijven. En daar zitten ook morgen weer buien bij. Dus morgen is een koele en wisselvallige dag. In de middag wordt het overigens wel beter. En daarna komen we dan in zachtere lucht terecht. Dus zondag verloopt aanzienlijk zachter, hogere temperaturen. Wel wat bewolking, later wat regen. Maar goed, het is dus tamelijk wisselend. Laten we maar eens kijken hoe het er nu uitziet. Op dit moment hebben we veel buien. De radar laat dat heel goed zien. Dat is eigenlijk dat front, dat buiengebied wat over het land trekt. Dat gaat behoorlijk heftig. Aan zee windkracht 7. Mogelijk zelfs nog even stormachtige wind, windkracht 8. En er komen ook zware windstoten voor. Dus dat is toch wel iets om vanavond en vannacht in de gaten te houden. In de loop van de nacht trekken die buien vervolgens naar het oosten weg, naar Duitsland. En we hebben minimumtemperaturen van 7 of 8 graden, misschien nog 9 in het zuidwesten. En dit is dan het weerbeeld voor morgen. In de ochtend vooral wat buien. Er kan ook hagel en onweer bij voorkomen, in het noorden van het land vooral. In de middag klaart het op, dan trekken de meeste buien weg en dan wordt het ook wat rustiger. Windkracht 5 hebben we morgen dicht bij zee en temperaturen van 13, 15 à 16 graden in het zuiden van het land. Dan zondag, dat verloopt heel anders. Dan is er wel veel bewolking, maar het is grotendeels droog. Stuk zachter, gemiddeld zo'n 19 graden. En daarna wordt het weer een beetje wisselvalliger en de temperaturen gaan ook weer naar beneden. Maar op langere termijn zit er toch wat moois aan te komen. Als dit natuurlijk klopt, ik blijf een beetje voorzichtig. Maar als het goed gaat, moeten we de tweede helft van de week toch een beetje zomers weer moeten krijgen. En tot zover dit NOS-journaal. Meer nieuws om 10 uur in Nieuwsuur, NPO 2. Goed weekend.